Ja, we hebben natuurlijk dit seizoen een hele mooie nieuwe sim die op en neer heen en weer stuitert. Heftig ding. Je hebt er al even in gezeten. Ja. Heftig, hè, dit? Ja, zeker. Ja. Ik was misselijk binnen twee bochten. Dus dat komt. Precies. Ja. Maar we doen even wat anders dan dat we normaal van plan waren. Want we reden eigenlijk dit seizoen een rondje Monaco met de beste simcoureurs van vorig jaar. Maar omdat Australië niet doorgaat en we jullie toch iets van Australië willen laten zien, hebben we eventjes allemaal zelf een rondje kwalificatie gedaan. Ja, en dan zal het je verbazen dat de man die gewoon eigenlijk niet anders doet dan thuis op zo'n ding zit. Ja, je zit nooit op zo'n ding. Je zit alleen maar op zo'n ding. Kijk hoe wit je bent. Daar dan toch weer even de snelste tijd zet. En zelfs Doornbos heeft het moeilijk. Die valt tegen, hè, Doornbos? Ja, het is echt een mega simulator, dat ding. Ja. Het is wel het is een heftig ding. Pittig. Nou, kijk, let op. We gaan er 1.25.5. Ik met een paar foutjes 1.27.5, dat ging niet helemaal goed. Maar jij staat hier nu 27.2, terwijl ik heb gezien dat jij 1.27.9 hebt gereden. Dus je hebt gewoon nog een rondje achtergeplakt en die telt hier. Oké, maak gewoon 27.9. Voor het TV-presentator, 2 seconden tekort, doe je wel aardig. Precies, inderdaad. Hij doet echt alles voor, hè? Dus, Coronel, zometeen mag Renger, daar kunnen we nog echt een serieuze poging doen. Maar we weten allemaal, het is godsen mogelijk om in 1 rondje in een volle studio met publiek en alles erbij snel te gaan. Maar er is geen publiek, dus ik zeg, karren met die handel. En wij schakelen live over naar Melbourne, naar het circuit van Albert Park, naar Rick Winkelman. De vorige keer lag we gaan gelijk van start hier. De top gaat nu de rechter stuk op, het start-finish gedeelte. De baan heeft een lengte van 5,3 kilometer. Er zitten best wel wat tricky gedeeltes in. Bijvoorbeeld bij het aanremmen zo dadelijk van bocht nummer 1. Want daar is het behoorlijk hobbelig. Zorg er wel voor dat je hiervoor goed rechtdoor rijdt. Hier is het rechtsaf, linksaf en dan op weg naar bocht nummer 3. Bocht nummer 3 is de plek waar je als je met een groepje rijdt als beste in kunt halen. Maar goed, Tom rijdt hierin. Bocht nummer 3 komt, hij komt niet goed op bocht nummer 3. Ook in zijn eentje lukt hem dat niet. Dat is de vangrail, dus de bandenstapel. Hij, zijn auto nog redelijk goed gebleven door het grind. Hij kan wel gewoon door het grind rijden. Ik denk andere Formule 1 auto's niet. Echte Formule 1 auto's niet. Maar goed, dit zal natuurlijk geen hele goede rondetijd worden. Maar dan kan hij wel een beetje, pas op voor die strips daar, wel een beetje nog gewoon zo'n rondje afmaken. Zit op het gedeelte waar je makkelijk vol gas doorheen moet kunnen. Dan bij het aanremmen van de volgende bocht. Hier is de baan een beetje off-camber. Technisch lastige bocht. En gelijk ook Coronel daarnaast de baan. Maar nu niet in ieder geval de band in. Maar gewoon door het gras. Wat langer recht gedeelte dan als een vol gas gedeelte. Komt er een 90 graden bocht aan. Die is hier rechtdoor links. En dan gaat hij op weg naar bocht nummer 11. En dat is de bocht waar je 5,1 G te verwerken krijgt. Als je althans knijterhard gaat in een echte Formule 1 auto. Hier was het toch even en hier weer naast de baan. Derde keer. En nu houdt hij in ieder geval nog op de curbstones. Zit inmiddels wel gelukkig voor Tom maar achter op de baan. Komt wel nu weer zo'n lastige technische 90 graden bocht. Binnenkant, buitenkant, weer door het grind. En in ieder geval staat de neus nog wel de goede kant op. Gelukkig voor Tom nu echt bijna het einde van het rondje. Kijken naar zijn tijd. Nou, laat maar niet meer naar de tijd kijken, want die is natuurlijk nu al over de 1.40 heen. Zelfs hier gaat het niet goed. En je bent er bijna, Tom. 1 bocht nog door de ingang van de pitstraat. Dan rechtsaf. Nou, laat eens kijken die tijd. Hij komt boven de 1.50 uit. En hij gaat deze wedstrijd niet winnen. 1.54. En allemaal rotzooi op je vizier. Het is niet te doen, hè, Tom? Nee. Heb je last van je nek, al die G-krachten? Of jezus, man. In één keer had ik een klapje moeten remmen. Niet normaal, zeg. Niet normaal, hè? Ja. Nee, het is wel... Hij is super realistisch. Ja. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik niet misselijk word in een simulator. Ja. Dus, maar je hebt 3 rondjes gereden. Ja, en toen met ideale lijnen. Ja, dat was het. Die was weg. Ideale lijnen. Ja, maar je hebt toch een circuit ook geen ideale lijnen. Ik heb nooit op dit circuit gereisd. Dus ik was voor mij in één keer helemaal blind. Ik had er ook even moeite mee. Maar goed, ik sta mij vergens helemaal onderaan. Maar tenzij Renger van der Zanden er straks afgaat. Er is nog 1 kans. Maar vooral jongens, we hebben hier toch allemaal mensen die vaker in een race hebben gezeten. En er staat 1 man 4 bovenaan Renger. Het is aan jou zometeen.